Het kan zomaar zijn dat je net inschakelt bij deze livestream. Dat kan. Het kan ook zijn dat je het later nog een keertje terugkijkt. Het is in ieder geval cultuur in actie. Allerlei mensen uit de cultuursector die in actie komen. Vanwege het coronaprobleem, vanwege het beleid wat de regering in Nederland voert. Loek Peters, die heb ik net gesproken. Vandaag schuift ook Jacco Kirchjonger schuift aan. Jij bent publieksopwarmer. Ja. Presentator publieksopwarmer. Ja. Dan moet je even uitleggen aan mensen die niet weten wat een publieksopwarmer precies doet. Wat je dan precies doet. Nou, voor de enkeling in Nederland die nog nooit in een televisiestudio is geweest. Normaal. Bijna iedereen is dat wel. Dat hè? Denk ik bijna wel. Ja. Voor de coronacrisis namen we veel shows op waar publiek bij aanwezig is. Dat kunnen 200 man zijn, dat kan 500 man zijn. Bij de Voice of Holland zitten 1200 man. En die mensen die komen in een studio en die weten eigenlijk niet zo goed wat hun overkomt. Nee. En dan is het aan mij de taak om daar een beetje duidelijkheid in te scheppen en ook de sfeer erin te brengen. Ja. Zodat als de show helemaal begint, dat het publiek lekker losgaat en dat iedereen rechtop zit en volle focus heeft op het programma. Is het vaak zo dat het publiek meestal 2 uur van tevoren in de studio plaats moet nemen? Dat is altijd bloedheet. Ja. Ga jij die mensen ook 2 uur lang dan entertainen? Ja. Wat ga je doen? Het begint echt al bij de drempel van de studio. Op het moment dat mensen binnen zijn, vind ik het althans netjes om ze even te verwelkomen, even alvast uit te leggen wat er gaat gebeuren. Ja. Ze eigenlijk op hun eigen podium neer te gaan zetten. Zodat als ze dan eenmaal de studio ingaan, ze ook echt helemaal van ons zijn, noemen we dat. En ze alles geven. Ja. En jij bent tijdens de uitzendingen er ook bij of ben je dan weer weg? Nee, ik blijf erbij. Ben jij die man die altijd met zo'n rol die dat mensen gaan klappen? Ja. Dus jij zorgt ervoor dat het publiek gaat klappen? Ja, ik dirigeer het applaus. Okay. Ja, in een theater maakt dat niet zo gek vanuit omdat het publiek daar niet in beeld komt. Bij televisie is dat natuurlijk wel zo. En het is heel raar als je wel applaus hoort, maar je ziet een shot van mensen die niks zitten te doen, of met een vinger in hun neus zitten. Nee. Dus dat is aan mij om ervoor te zorgen dat ze dat goed doen. Dus iedereen die moet opgewekt zijn en die moet vrolijk zijn en die moet klappen. Nou wordt er sinds dat de intelligente lockdown hier is in Nederland niets meer gedaan. Niets meer, maar ook echt. Maar is dit jouw enige job? Of deed je hiernaast nog andere dingen? Ik doe dit heel graag en het is heel leuk werk en ik doe het ook al heel lang. Maar ik ben daarnaast ook nog prestatiecoach en ik ben fitness trainer. Ja. Dus ik had wel genoeg andere dingen te doen. Maar het studiogevoel, ik liep ook net hier binnen. En dat is heel raar binnen de televisiewereld, dat weet jij ook. We zoenen elkaar graag, we zitten aan elkaar. Ja, dat gebeurt allemaal niet. Wel. Ja, misschien, soms is het te veel, ja. Ja. En dat is nu anders, dat is een heel ander sfeertje. Dus dat, ik mis het wel, ja. Ja. Maar als je fitnesscoach bent, dan heb je ook niet zoveel kunnen doen. Nee, en klopt. Een presentatiecoach, al die presentatoren hebben ook niet zoveel gedaan. Nee, dus op afstand, alles op afstand. Hoeveel procent van je inkomsten ben je misgelopen? 80. 80%? Ja, dat wel. Ja. Wauw. Ja, dit is core business. Dit is in een hoogseizoen. Ik doe Jinek en andere talkshows, dan sta je iedere dag in een studio. Ja. En als de machine echt op volle toeren draait, dan kan ik iedere dag aan de bak. Neem mij dan even mee terug in het begin van die periode. Er wordt gezegd, we zien allemaal minister Rutte en minister Bruins toen de tijd nog, die toen nog de desbetreffende minister was, die zegt de horeca gaat dicht, we stoppen ermee. Niet meer dan zoveel mensen. Of de mensen mogen niet meer bij elkaar. Je moet thuis blijven, je moet thuis werken. Wat gebeurt er dan met jou? Ik was op punt om in de auto te stappen naar Amsterdam te rijden voor de donderdagavondeditie van Jinek. Ja. Ik ben toen wel gegaan, want het was niet helemaal duidelijk. Het was veel onduidelijkheid, ook bij de productie. En toen kwam ik daar en ik zie, en dat heb ik nog nooit gezien in mijn hele carrière. Ik zie een iemand van het toneel alle stoelen opstapelen en de studio uitbrengen. Ja. En we hadden een lege set over. Ja. En ik dacht, wat is dit? Er kwamen uiteindelijk nog 8 mensen publiek opdagen. Die heb ik nog verwelkomd. Die hebben nog een plekje gegeven ergens in de hoek van de studio. Geëntertained. Ja. En toen stopte het. Vrijdag 13 maart stopte het in zijn algeheelheid. Heel bijzonder. Ja. Maar ben jij niet in dienst dan bij iemand? Nee. Is het allemaal volledig zelfstandig eigen wat je doet? ZZP'er. Ja, ja. 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 Dus van dag 1 op de andere dag verlies jij 80% van je inkomsten. Ja. Maar dan denk jij weer bij jezelf, tenminste als ik jou was, dat duurt een maand of 2 maanden, dat komt wel weer goed. Ja. En nu? We zijn nu 2,5 maand verder. Hè? Mm-hmm. Ja, het rare is dat het leven zich ook aanpast. Dus mijn portemonnee raakt minder snel leeg. Hoe past het zich aan dan?
Nou, sinds vandaag mogen we dan wel weer horeca in, maar geen etentjes, niet een terrasje pakken. Je leeft meer thuis, dus die uitgaven, dat uitgaafpatroon, dat past zich toch aan. Maar je huur of je aflossing of je gas, water, licht, nou, ik moet zeggen, dat soort dingen moeten wel betaald worden. Ja, die moeten wel betaald worden, maar heel vaak als je toch met instantie belt en je legt uit wat de situatie is, dan is daar ook wel gehoor naar. Dat is me enorm meegevallen. Dat deed me heel erg goed, dat er veel begrip was. Er kunnen dingen bevroren worden, er kunnen dingen even uitgesteld worden en later moeten die ingehaald worden. Je hypotheek bevroren? Wij konden de hypotheek even 3 maanden op pauze zetten, heet dat. Okay. En dat wordt uiteindelijk dan wel weer opgeteld natuurlijk bij de resterende looptijd. Lease van de auto, dat soort dingen. Ik heb nog nooit op 1 benzinetank bijna 4 weken gereden. Mm-hmm. Dus dat zijn allemaal posten die toch wel inlopen. Dus dat is wel heel fijn, ja. Maar nu, hoe ziet de toekomst eruit? Ja, het moet niet veel langer gaan duren hoor dan dit. Ik vind 2,5, 3 maanden en het mogen nu 30 mensen geloof ik een studio in. Ja. Je hoort nu wel producenten al wel weer voorzichtig dat proberen. Mm-hmm. Maar ze hebben ook iets van, ja, we moeten dat team zo klein mogelijk houden. Dus voor 30 man publiek met 1,5 meter ertussen gaan ze mij ook niet inhuren. Nee. Dus dat is voorlopig nog even niet aan de orde. Dus het is leven op de buffer. Dat hoorde ik mijn voorganger net ook al zeggen. Ja. Dat zal voorlopig nog wel even zo zijn. Hoe groot is die buffer? Half jaar. Dus na een half jaar. Stel dat er na een half jaar niks gebeurt. Wat dan? Ja, dan hebben we een heel ander probleem. Ja. Maar wat dan? Wat gebeurt er dan? Ja, dat durf ik nog niet aan te geven. Maar dan moet ik vrienden aan gaan kijken. Misschien wel een actie op touw zetten. Maar zou het kunnen zijn dat je zegt van, nou ja, dan moet ik misschien wel stoppen met dit werk en dan ga ik iets anders doen? Ja, daar ben ik al mee bezig. Vanaf 1 juli gaan we op een heel mooi landgoed in Hilversum. Zonnestraal gaan we beginnen met de start van een heel mooi instituut. Mm-hmm. Wat een hele nieuwe techniek op presentatievaardigheden aan het ontwikkelen is. Dat is ontzettend leuk om mee bezig te zijn, dus er is al wel wat verschuiving. Maar als ik heel eerlijk ben en je kijkt diep in mijn ogen, dan dat studiowerk is wel heel erg leuk. Ja. Dat sfeertje en dat met z'n allen een product maken waar heel veel mensen naar kijken, dat heeft iets magisch. Dus ik hoop niet dat definitief verdwijnt. Nee. Vind je dat, want ik hoorde dat de regering, of onze regering af en toe ook wel eens zeggen dat, ja, je moet dan maar zelf je broek op proberen te houden. Met in het begin gezegd. En vooral natuurlijk iemand zoals jij, publieksopwarmer, Ja, laat zichzelf lekker entertainen. Ja, of zo, precies, toch? Precies. Kijk, nog wel eens de vraag, ook als ik dan uitleg aan mensen die vragen wat ik doe, dan vertel ik dit verhaal. En dan vragen ze, maar wat doe je dan echt? Ja. Alsof het een soort bijbaantje is wat gewoon leuk is in de avonduren om ernaast te doen. Dat is het niet. En ik ben ook niet continu op zoek naar dat begrip. Mm-hmm. Maar soms moet je dat wel even extra uitleggen. Moet je uitleggen dat het een vak is? Ja. Ja. Ja, terwijl wij eigenlijk een beetje in de bescheidenheid zitten. Van dat hoeft niet, we doen gewoon ons ding, we entertainen mensen. We halen ze even uit de ellende. Ja. En we geven ze even een paar uren even iets om hun zinnen te verzetten. Ja. En dat hoeft niet altijd zo benadrukt te worden dat het een vak is en dat het een kunst is. En dat het een... Het is het wel. Zou het kunnen zijn dat er geen publieksopwarmers meer zijn omdat er gewoon geen publiek meer komt naar het theater of naar een tv-voorstel? Dan houdt dat op. Ja, na 30 jaar houdt dat vak dan op. Ja. Kan. Hoeveel publieksopwarmers zijn er in Nederland? 5 professionele. Oké. Okay. Ja. Ik neem maar dat je voor alle 5 gaat tekenen. Absoluut. Oké, okay, dat lijkt me een goed idee. Ik wil je graag een hand geven, maar dat mag ook niet meer. Doen we niet. Daar is het bord. Zet je naam erop namens de 5. En we zetten ze bij de aantal deelnemers voor Cultuur in Actie. Dankjewel, Jacco. Ja. Goed. Thank you.